aangeschoven Ide Drasta, Vincent Kevenaar en Rinus Witvoet. Heb ik het goed? Helemaal welkom. Allereerst Ide, waarom deze samenwerking en wat is eigenlijk de toegevoegde waarde hiervan? God, ik begin wel gelijk met een hele ingewikkelde vraag. Ja, we hakken er gelijk in hoor. Nee, huppakee. Ik denk dat ik denk dat samenwerken op zichzelf altijd het beste in iedereen naar boven haalt. Ik denk, de intro werd het net al gezegd. Ik kon niet zo goed luisteren omdat ik aan hier ging zitten. Maar ik denk dat we samen sterker zijn. En ik denk dat Vlaardingen inderdaad hartstikke goed is in radio. En wij zijn heel goed in tv, want ik ben bestuurslid van Pop-Up TV. Dus dat is goed, omdat vandaar dat ik aan tafel zit. Anders denken ze dat het iets met kinderopvang, te maken heeft. Daarmee kunnen we samen sterker worden. En daarom hebben we gezegd, wij gaan eens kijken in hoeverre wij tot een goede samenwerking kunnen komen. En dat bundelt krachten. Ja. En daar gaan we de toekomst mee in. Ja, gelijk al het idee van dit klikt. We zijn vorig jaar hebben we dit al afgesproken. Hè. Dat hebben we nu een overeenkomst definitief getekend. En dat heeft in Schiedam natuurlijk wat voet in de aarde gehad. Krijgt Pop-Up TV nou wel de zendmachtiging of niet? Oh, en, dat soort dingen. Ja. In dat vervolg is deze samenwerking verder tot stand gekomen. Ja, ja. Vincent, de luisteraars van Omroep Vlaardingen. En wat gaan ze daarvan merken? En de kijkers van Pop-Up? Ze merken nu natuurlijk al het een en ander, omdat die samenwerking is er al. Dus er zijn regelmatig reportages die door Pop-Up verzorgd worden, die via Omroep Vlaardingen worden uitgezonden. Daarnaast is het zo dat, ieder zei het al, bij ons is de radio natuurlijk prominent aanwezig. Ja. En we zijn heel erg goed in wat we doen. Dat zou iedereen kunnen beamen. En Pop-Up TV die maakt mooie programma's. En we hebben besloten om die samenwerking dusdanig samenwerking te geven dat mensen die bij ons tv willen doen, ook hier eventueel, dus een stageplaats kunnen krijgen. En op die manier dat we dan ook de kennis en de informatie versterken bij beide partners, zeg maar. Ja, maar dat is ook politiek gezien is het best wel een mooie stap. Hè? Want we hebben de raadsvergaderingen in Schiedam gevolgd over Look TV en Pop-Up. Zo van, ondersteunt ook de politiek in Vlaardingen de samenwerking? Uiteraard, als je kijkt naar de politiek in de drie gemeenten, die zijn op heel veel gebieden zijn ze aan het samenwerken. Dus dit is een logische stap erbij. Ik praat met de wethouders en die zien dat sowieso zit. Omdat het is niet alleen het Olon wat bepaalt. Maar je moet ook natuurlijk de partners hebben die zeggen van daar staan we achter, ook de gemeentes. En ik heb zelfs gemerkt dat ondanks dat Pop-Up het niet geworden is, dat toch heel veel steun naar Pop-Up ook zeker nu weer aan de hand is. Dus we zien ook dat in Schiedam de samenwerking die er nu is met Omroep Vlaardingen. En de werkwijze van Pop-Up op dit moment, dat hij een enorm breed draagvlak heeft bij ook wethouders en raadsleden die in het begin niet zo enthousiast waren eigenlijk. Ja. Althans wel enthousiast waren, maar uiteindelijk niet te blijken. Nee, maar die snappen wel een beetje de opzet en de meerwaarde van het feit dat jullie meer radio en Pop-Up meer televisies. Dat hebben ze zoiets van, oh wacht even, dit is eigenlijk wat we willen. Nou, wat Schiedam betreft kan ik natuurlijk niet voor praten. Nee, maar dus, maar ik denk in het algemeen dat iedereen wel zou zeggen, ja, dit is een logische stap, omdat hij al niet anders is dan al bestond en nu meer geëffectueerd wordt. Ja, dus ik merk ook binnen de omroep, je krijgt toch altijd eerst van, Schiedam, er is wat animositeit tussen Schiedam en Vlaardingen vanuit de 17e eeuw, geloof ik. En misschien is dat nog steeds een klein beetje, maar je merkt wel dat de acceptatie daarbinnen ook enorm groeit. Want dat is ook belangrijk. Het is niet alleen de gemeente die het moet doen, maar ook de beide partners moeten gewoon wel de achterban hebben die dat ondersteunen. Ja, want jullie zaten wel, misschien dat jullie alle drie daarover kunnen antwoorden, wel een beetje op hetzelfde niveau van dit is wat we willen? Of moesten nog wel wat water in de schie of in de vaart voordat we jullie echt zoiets hadden van nou... In ieder geval de laatste bespreking die we hadden bleek dat wel zo te zijn. Op enig moment neem je een besluit en dan zijn we allemaal op hetzelfde level om zo te zeggen. Ik weet niet hoe de verschillen waren voordat die overleggen allemaal starten. Want er zijn natuurlijk meerdere mensen bij betrokken. Dat doen wij echt niet met z'n drietjes hier. Nee. Maar het betekent gewoon dat samenwerking, dan moet je ergens elkaar vinden op een bepaald niveau. En dat hebben we gedaan. Ja. En samenwerking tussen deze twee partijen, zal ik maar zeggen, mag ook niet betekenen dat andere partijen uitgesloten worden. We hebben ook heel duidelijk uitgesproken dat we meer willen dan deze twee samen. Want vanuit het hele gebied, Vlaardingen, Schiedam, Maassluis, eigenlijk moet je zeggen Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, want dat is de volgende. Is het natuurlijk verstandig om alle betrokkenen in omroepland te polsen van, joh, doe je mee. Oké, wie zou er daar nog meer aan kunnen sluiten dan? Nou,
Je kunt in ieder geval Omroep Schiedam ook noemen. En binnen Vlaardingen zijn er ook nog wat kleinere omroepjes, onder andere Omroep Wetering. En ja. Daar zou je dus nu ook kunnen vragen van, joh, wij zouden het fijn vinden als je in het grotere geheel mee ging doen. En dat past ook precies in het landelijke plan van OLON, de Organisatie van Lokale Omroepen Nederland, die uit zijn op streekomroepen. Dus een beetje de lokale omroep te verlaten en te groeien naar een streekomroep. Okay. Nou, en in dat beleid past dan ook zo'n plan. Ja, en zien jullie dat ook als pop-up zijnde? We hadden een prachtig plan gemaakt voordat we natuurlijk naar de zendmachtiging wilden overstappen. En dat plan heeft, dat is eigenlijk de basisdoelstelling van pop-up geweest. Zorg dat er een streekomroep komt. Ja. En niet door heel Rijnmond heen, maar inderdaad de regio Waterweg als het ware, om die te omvatten. En dat geeft een bepaalde schaalgrootte waarmee je inderdaad wat zou kunnen betekenen in het geheel. Want dan heb je alles bij elkaar gecentraliseerd, alle deskundigheid bij elkaar gebracht. Er moet inderdaad nog wat water door de vaart heen en door de Schie of misschien door de Waterweg of de Maas. Hè, want dat ligt een beetje aan. Je kan nog een beetje verder gaan. Maar het is wel de makkelijkste weg meestal. Alles stroomt één kant uit. Dat zou leuk zijn als dat zo werkt. Maar er zijn veel mensen, we hebben het ook al veel organisaties. En je moet een vehikel maken waarbinnen je natuurlijk dat soort dingen kan organiseren. Ja. Maar de eerste stap hebben we gemaakt. We zeggen, nou, wij gaan voor die volle samenwerking. En vanuit die stevige basis kunnen we de vervolgstappen samen maken. En we hebben het over samen, want je moet nu eigenlijk dat vehikel gaan maken waarin je in de toekomst tot een perfecte samenwerking kan komen met behoud weer van alle kwaliteiten en alle plaatselijke dingen. Want tussen Vlaardingen en Schiedam gaat het uitsteken natuurlijk en tussen Maassluis ook. Ja, maar door alle subsidiestromen is het altijd, vinden gemeenten het ook heel belangrijk dat die eigenheid van bepaalde onderdelen ook goed blijven bestaan. Dat hebben ze ook dat klopt ook. Ja, dat moet je ook goed Omroep Vlaardingen krijgt subsidie vanuit de gemeente? Nee, we krijgen geen subsidie. We krijgen gewoon de rijksbijdrage die één op één wordt doorgegeven op dit moment. We zijn wel bezig om wat meer geld te laten genereren door de gemeente. Omdat het belang is ook groter natuurlijk dan alleen maar Vlaardingen. En ook de continuïteit is natuurlijk belangrijk. En de kwaliteit hebben willen we zeker borgen. Dus ik heb toch een goede hoop dat wat we aangevraagd hebben, dat gaat komen. Ja, we hadden het nog even over de samenwerking. Hè? Ja. Hoe zie jij die samenwerking voor je? Nou, zit je op één lijn of zeg je van... Ja, we hebben veel gesprekken gevoerd en gekeken waar onze krachten liggen en gekeken waar we zaken kunnen bundelen. En ja, wat dat betreft, Rine zei het al, er zijn wat gesprekken geweest om te kijken van op wat voor niveau ga je dat doen, met welke mensen wil je dat doen en hoe ga je het vormgeven. Ja, Rine die zegt al, we hebben een mooi gesprek gehad en Rine heeft zelfs een mooi vehikel bedacht om dat ook vorm te laten geven in een manier waarbij alle partners gewoon gelijkwaardig aan kunnen deelnemen, ja, zonder de eigenheid te verliezen. Ja. Want jullie zijn nu met z'n tweeën, Omroep Vlaardingen en pop-up. Ja. Ik bedoel, dat is... Nee, we zitten hier met z'n drieën. Ja, je zit er met z'n drieën, maar ik bedoel, twee... Precies, dat was symbolisch, want ik denk dat in zo'n situatie 1 en 1 meer is dan 2. Als je samenwerkt, dan versterkt dat ook je eigen kennis en je eigen mogelijkheden. Ja. En daarmee bedoel ik dus inderdaad dat 1 en 1 dan meer wordt dan 2. Ja. Het is niet alleen maar een optelsommetje, maar het is ook die uitwisseling die maakt dat, nou ja, we noemen dat geloof ik met een moeilijk woord synergie, waardoor dingen kunnen groeien. Ja. Ik zie jou knikken, Ede. Oh ja, ik denk dat synergie natuurlijk altijd tot verbetering kan leiden. Dat hoeft niet per definitie zo te zijn, hè, want synergie kan ook tot eenzijdigheid leiden. Maar ik heb er wel vertrouwen in dat we een goede stap maken. En dat we niet in gekisbis zitten, maar in echt daadwerkelijk vormgeven aan iets. Ja, er moet gewoon nu een... Er moet echt wat gebeuren. Moet een klap opgegeven worden. En daar moeten we gezamenlijk, hebben we daar nog een paar gesprekken voor nodig. En dan kunnen we wat daadkrachtiger naar buiten treden. Ja, nou, ik zie dat wel zitten eigenlijk zo, wat jullie van plan zijn. Dus je eigen rol ook wel een beetje, begrijp ik. Nou ja... Ik moet nog wat onderhandelingen plegen. Kijk, Matthijs van Nieuwkerk, daar zit ik een beetje aan te denken. Zo. Die faciliteiten. Ja. Dus, nou ja, het is alweer 12 uur geweest. We zijn erdoor met een uurtje. Ik kan nog wel wat afvangen. Lange wil praten. Helaas, het is allemaal, gaat allemaal heel snel. We gaan een beetje afsluiten. Ik wil jullie bedanken voor het kijken.